vroeg. Het is natuurlijk vorige week hebben we het niet moeten doen, dus het is nu een beetje terug in mijn wet gekomen. Ik heb dat natuurlijk terug in gekomen. Heb je gevonden, dat is goed. Dan mag je er al maar in zitten. In de buggy, zit er maar in. Kijk! Doe dat maar in, dan moet je in de buggy. Dan moet je eventjes inzetten in de buggy. Kunnen we vertrekken. We zijn nu aan het wandelen richting de school. Het is een beetje fris vandaag. Ja, de camera is wel opgeladen, maar je ziet er niet aan dat de camera opgeladen is. Dus het is een beetje frisjes. Om te zeggen, nou ja, koud is het niet, maar het is wel frisjes. Dus, in de zon is het wel redelijk te doen. Maar dat is niks erg aan. Het is precies wel koud, want het is een beetje koud. Het is terug een beetje inkomen, maar het school te brengen, maar het goed. En ben je er klaar voor Enzo? Vandaag weet ik dat je gaat op school. Dus dat weet ik niet. Dat je rond mama dag, rond moeder dag gaat werken. Denk ik eerder. Dat lijkt me logisch. Dus wil je dat gaan doen? En dat is zondag al. En ik ben er niet zo mee bezig natuurlijk. We zien elkaar zo terug. En zo afgezet. Op school. Maar geen tranen of zo, totaal niet. Dus dat was ook al goed. Dus ja. Dus meer kan het niet zijn. Hè. Nu terug richting huiswaarts. En dan hem straks te gaan halen. Hè. Dus ja, was wel goed. Dus we deden de bui uitgesprongen en naar daar gegaan. Met twee plaatsen. Dus dat was wel super. Dus het is natuurlijk een voordeel als je die mensen kent, omdat je dan ook weet van hoe de werking gaat. Ja, dan moet je ze zoeken, nou, je weet dat ook perfect. Alleen de kind is altijd heel raar als je er dan staat, dat je er niet moet zijn. Dus dat vind de kind altijd een beetje raar, maar voor de rest valt het eigenlijk allemaal wel heel goed mee. Dus ja, ik ga nu nog een beetje slaap inhalen en dan hem straks gaan halen. Sam, de man. Wordt braaf geweest op school, zei dus dat is goed. Nu gaan we naar de benen naar de bakker. Dus gaan we wat eten halen. Dus het is goed. Vandaag op school, dus ik ben blij. Hij heeft het goed gedragen, wat hij gedaan heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het was leuk. Ja, het was zeer leuk, hè. Nu gaan we sandwich halen, zegt. En wij naar hamburgers. En dan gaan we ook nog naar de Aldi, moet ook nog zijn, voor drinken en voor eten voor morgen. Ja, dan gaan we daar brood, zo wil ik allemaal, maar dat zie je straks allemaal wel. Hier bij de bakker, allemaal lekkere koekjes. En het zijn twee sandwiches voor meneer. Voor jou twee, hè? Ook al wat je er vijf. We zijn sandwiches aan het eten. Weer een tip, doe ze nooit door, want ja, blijkbaar wil het een hele sandwich meteen opeten. Dus ja, goede tip. Als ze oud zijn als hem, geef ze volledig, want anders worden ze zot. Daar worden ze echt crazy van. We zijn bijna thuis. Dus hij is nu lekker aan het eten.
het wis, echt aan het wis. Lekker, lekker, lekker. Hij is in slaap gevallen. Dus we laten hem gewoon slapen. Het is in het park. Het is echt super gezellig met al die vogels geluiden. Heel leuk. Dus, rustig. Moet goed zijn eigenlijk. Stil. Dus niet wat er blij is. Dus we gaan. Dus dit is de kermis, dus nog wat eerlijk of mogelijk en dan nemen we de bus. Mooie bloemetjes in de natuur. Het is goed warm buiten. Dat zeg ik het zelf. Heel mooi warm buiten. Kijk hoe mooie bloemetjes dat ze zijn. Ze tulpen. Behalve die. Kijk, maar het is hier wel water. Eentjes en niet. Mis is allemaal bij ons. Al die boot sluiten. Van de grote stadhuis. En wij gaan. Nee, ga papa en mama. Wil ik ook op. We zijn in stadhuis momenteel. En hier zit hem dan.
wel, dus ik kan het zien, bij komt er een ziekenwagen ofwel de brandweer. Ze zijn nog steeds op de grote markt. We zijn al een paar keer erkend geweest, we zijn al 5 op de foto gegaan. Het is echt, ja, dus ik had ook een oproep geplaatst voor de mensen die me wilden zien. Dus straks gaan we terug een beetje Arans de kermis. En dan gaan we met de bus naar huis. Het is mooi weer, dus. We zijn aan het kijken naar die dingen daar. Als ze daar aan het doen zijn, dat ze nu aan het kijken. Yes. Zo, ik zit even in de zon. Hij zit daar koekjes te eten. Dat is de bedoeling. Dus allemaal een beetje meer dingen doen. Hij zit daar buiten. Daar zit hij. Voorzichtig met de taart aan het eten. We zijn van het genieten. Dus dat is wel lekker, hè?